sorry. Zit jij goed? Ja. Welkom bij een nieuwe vlog. Je moet wel oh, camera. Haar ook altijd heel raar om mezelf te zien. Ja. Nou, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het woensdag en wij gaan vandaag naar het Interstudent van het Jaarverkiezing. Wij zijn hoofdsponsor van het event en Marjan is afgevaardigd vakjurylid. Marjan, zou je iets meer willen vertellen over deze verkiezing en wat jij gaat doen? Ja, het is een verkiezing wat jaarlijks wordt georganiseerd door ARTRA-opleidingen. Zij schrijven een wedstrijd eigenlijk uit waarin je als uitzendorganisatie aan mag deelnemen om je interstudent aan voor te stellen. En van daaruit wordt de beste interstudent van het jaar gekozen. Ik heb me laten vertellen dat wij als payrollbedrijf hebben natuurlijk zelf geen incidenten in dienst. Wij zijn wel een van de hoofdsponsoren van het evenement. Dus vandaar dat wij wel een afgevaardigde hebben in de vakjury. Er zijn meer dan 200 inschrijvingen geweest, heb ik me laten vertellen. Daar zijn een aantal voorselecties in geweest. En vanmiddag zal uit de laatste 10 de winnaar gekozen worden als zijn incident van het jaar. En waar ga jij op letten vandaag? Ik ben ingedeeld in de vakjurygroep Commercie. Daarin zal de kandidaat gevraagd worden waarin hij of zij trots is geweest het afgelopen jaar. Ik zal heel erg kijken naar authenticiteit. Dus authenticiteit, sorry. Dus vooral wat hij of zij daar zelf echt heeft aan bijgedragen om het succes tot een succes te laten worden. Nou, en een beetje in die hoek zoek ik het meer. Nou, wij nemen jullie vandaag mee. Ja. Alvast heel veel kijkplezier. Ontzettend belangrijk om dit te organiseren. Waarom? De uitzendbranche geeft mensen werk, geeft mensen hoop, geeft mensen een carrière, geeft mensen eigenlijk van alles. En ik vind het echt geweldig. Wij zorgen ervoor dat er iedere dag duizenden mensen aan het werk gaan. Wat betekent werk voor jou? Voor mij betekent het gevoel te hebben ertoe te doen. Het werk als interstudent is een topsport. Het voelt voor mij hetzelfde als op de boksring staan. Sterk zijn, daadkrachtig, intuïtie hebben en doorzettingsvermogen. Dat is wie ik ben en wat mij dagelijks tot succes brengt. Het zijn de ambities en ongelooflijke wilskracht van klanten waar ik 's ochtends voor opsta. Ik ben er ook om hen te helpen. De operationele processen en uitdagingen van al mijn klanten, die kan ik dromen. Ik wil hun steun en toeverlaat zijn. Op elk moment van de dag scherp zijn, hen beter maken en de plek te creëren waar mijn mensen zo graag willen werken. Wie gaat het worden? De winnaar is Interstudent 2017, Ela. Winnares is bekend. Marjan, wat vond je ervan van vandaag? Nou, het was een hele leuke, bijzondere dag met heel veel energie van de kandidaten. Ze hebben er heel veel tijd en energie in gestoken.
En dat kon je ook heel erg merken gedurende de dag. De pitches in de vakjury onderdelen waren best wel pittig voor de kandidaten, maar ze hebben zich prima staande gehouden. Dus ja, al met al een hele mooie dag. En ik ben blij dat ik namens Dirk Peelholding in de vakjury mocht zitten. Ook weer veel geleerd en veel energie gekregen van de mooie lichting in de studenten van dit jaar. De kandidaten zaten heel dicht bij elkaar. Ik heb me laten vertellen dat de eerste en tweede prijs minimaal verschillen. Maar goed, dan is het toch de mens die het verschil maakt. En ik denk dat dat ook het vak is van incident. Dus al met al een zeer geslaagde dag en een terechte winnares. Nou, dan is dit een hele mooie afsluiting en we zien jullie weer de volgende keer. Doei! Doei!